Zie je kijk naar Spooky 1611 Welkom bij een nieuwe Minecraft server update video. Het is vandaag geen trials tijd, het is vandaag geen GTA tijd, geen infamous tijd. Het is vandaag tijd om weer even de Spooky 611 server wat dingen klaar te maken. Nou, niet klaar te maken, duidelijk te maken. <laughs> Ik ben hier samen met Mr. Tuning 1990, oftewel Timo de Boer. Hallo! Niet, niet dat hij de boer van achter de naam heeft. En wij zijn hier op Starhoop en. Zoals je misschien ziet, Sander, jij hebt een nieuwe texture pack. Dat klopt. Ik heb een nieuwe texture pack. Je ziet hier de wooden axe. Ja, dat klopt niet. Maar de wooden axe, dat, ja, dat daar is er overheen, dat geweer. Uh, dit is allemaal steentjes. En uh, deze texture pack, zoals we al eerder zeiden: uh, alleen de wapens en zo veranderen. Maar daar zijn wij. Uh vanaf gestapt. Wij willen de ultieme experience geven van onze gamemode, dus hoe wij het willen. Dus moeten wij ook dingen gaan veranderen zoals de look en feel van de game. Dus wij hebben de ser server textures uitgebreid al tot een aantal textures, zoals dus waar we nu op staan. Uh, dit zit dus ook in de server texture pack. En daar speel ik nu ook mee. Uh, ik speel met het server texture pack, de rest is allemaal standaard. Dus mocht jij standaard Minecraft hebben, zou je dit bijvoorbeeld nog standaard zien: dat goudblokje en, en dit. Maar uh, zoals je kan zien, het heeft een wat donkere sfeer over zich heen. We hebben hier ook allemaal veranderd: de knoppen zijn veranderd. Zoals je ziet, het is echt zo apocalypse-stijl. Dit is de Spooky. ...1611 texture pack. Binnen, binnenkort ga ik die schilderijen ook allemaal veranderen met spooky 1611 plaatjes en zo, weet ik veel. Maar ik doe Shaders bijvoorbeeld even uit. En dan, ja, dit is dan zonder shades Ziet er meteen heel anders uit natuurlijk. Maar, wel cool. Het ziet er heel cool uit. Je hebt de bladeren anders, de sandstone is anders. Je hebt een hele roestige texture hebben wij. Hier kunnen we natuurlijk fucking vette dingen mee bouwen. Dat echt gewoon fucking roestig eruit ziet. Dat ziet er echt cool uit. Dan hebben we echt zo'n uh, heel roestig huisje kunnen we maken. Zo hebben we uh, bepaalde bloks ook andere textures gegeven. En zo, je ziet hier de wol ziet er wat anders uit en zo. En de trapdoors zijn best donker en zo. En als je nu de spawn ziet, Starhop dan zie je ja, dat, dat het er meteen heel anders uitziet. Zo willen wij dus eigenlijk dat het eruit ziet. Het is echt een must-have om het te hebben, want wij hebben ook bepaalde bloks die wij niet gebruiken, zoals de Nether. Die hebben wij ook veranderd. Bijvoorbeeld, uh, soul sand is een zandzak geworden. Dit zijn gewoon zandzakken, weet je wel. In de Apocalypse leggen ze allemaal zandzakken neer. En dan, ah, oh, nee. We moeten dit, uh, dit behouden. We moeten dit behouden. Au, oh, au, oh, au, oh, weet je wel. En... <laughs> fucking droog, vertel ik dat maar. En zo hebben we netherrack dus ook bijvoorbeeld bepaalde dingen. En zo so hebben we bijvoorbeeld voor gravel... Hebben we dus ook allemaal soorten... Bijvoorbeeld uh, in huizen kunnen wij met, of klei, sorry, klei. In huizen kunnen wij dit achter, uh, wat een crafting table nu is. Is een decoratieblok. Kijk. Oh, nu heb je een keuken, weet je wel. En die look en feel, die ga je allemaal hebben. Dus met deze texture pack. Het, ik raad je niet aan om de texture pack te downloaden en te gebruiken voor andere servers. Want wij gebruiken dus echt dat als bepaalde items. En zo wordt het ook neergezet in, in lootplekken. En als je het in, uh, in jouw eigen survival doet, dan heb je geweren als axes en zo. En dat is totaal niet aan te raden. En dan is. Uh, al die klei heel raar, weet je. Uh, alles is dan een beetje raar. We hebben dan hier bijvoorbeeld ook greensteen klei, hebben we dit gedaan. Uh, waar we dus vet coole dingen van warning kunnen doen, weet je wel, bij bepaalde loot spots. We kunnen onze loot spots dus veel meer personaliseren en veel meer een apocalypse stijl geven. Van wow, we zitten echt in de zombie apocalypse. Dus wij hebben de blokken wat veranderd. En je, zoals je ziet, de inventory heb ik al veranderd voor de creative guys. Ook al zien wij dat als enige. Uh, kijk, we hebben hier een mooi uh, hier toegevoegd. Dit heb ik allemaal gefotoshopt. Daarnaast als ik in Game Mode 0 ga. Zie je naast dus de hotbar die is veranderd. Zie je als ik op E druk. Dit is dus jouw, uh, jouw normale inventory. Met mooi spook en 11 uh, logootje. En uh, ons erbij. Dus dat is wel heel cool. Ik zet even de shaders weer aan, want dat vind ik fucking cool. En nu zie je welke shaders ik heb. Alleen, die zijn flink bewerkt. En zoals je kan uh, zien, is dus alles een stuk donkerder qua textures. Daarnaast wil ik even, voordat we allemaal dingen laten zien van hoe die texture pack dan in zijn werk gaat, in de zin van wat we al hebben gebouwd, weet je wel, hoe, de hele stijl ervan. Iets heel belangrijks, waar, wat heel veel mensen niet weten, en uh, ook vergeten, we hebben het niet in een changelog gedaan, is, Tibo, het kwitten. Ja. Stel, daar eens wat over. ...over het feit dat mensen... ...nou moeten slash logout doen... ...voordat ja. ze leven. Je ziet een, een automatische... ...message, die, die staat hier. Of nou, geen automatische message nog... ...maar we hebben een server message. Maar je ziet bijvoorbeeld, Stef de Hoog died. Uh, Stef de Hoog is de server verlaten... ...zonder logout te doen. Wordt nog heeft... ...de server verlaten. Uh, zonder slash logout te doen. Want, wat? laten we een situatie naar nou spelen. Timo, kom, kom eens met mij mee. Daarnaast heb ik trouwens links... O, linksboven heb ik de dimmap neergezet als een soort minima. Zodat je misschien een kleine glimp kan zien waar wij allemaal heen vliegen. Maar kom eens even mee, Timo. I'm coming. You're coming. Oké. Okay. Al die bomen worden ook echt half afgehakt. Daar moeten we weer voor gaan bannen. Daar bannen we uh, standaard voor. Een dagje eerst. Maar als dat vaker voorkomt, jouw naam. dan doen we het langer. Langere ben tot een forever ben want bomen helemaal afhakken. Dankjewel. Yep. Maar, uh, bijvoorbeeld Timo. Hallo. Hey. Ik uh, pak hier wat uh, zombie... Ja. Uh, yeah. En... Uh, ...Timo die is aan het survivalen. Doe je game mode mij even uit. Nou, dan moet ik mijn defex eruit uitzetten. Uh, ja, <laughs> <a> uit. uit. <laughs> en... Oh, Wacht even, ik ga even... loggen mijn dingetje bukt. Je weet. Bent... ...mijn uh, gewichtsbalkje bukte. Oh ja... Dat is goed. Zoals je ziet, uh, tussendoor kan je ook, uh, hebben we de dimmap veranderd. Dus uh, die hebben we naar de texture pack toegevoegd, zoals dit. Het is een stuk donkerder en zo. Niet meer dat lichtgroene en zo. En gele zand. En... Het is allemaal een stuk donkerder. Plus de paden van bedrock. Want dit is gewoon bedrock. Die zijn daar ook wit. Dus het is gewoon geen bedrock meer. Het is patrock, zoals wij het noemen. Als je hier ook kijkt, als we deze hier in stoppen. Kijk, het heet patrock in plaats van bedrock. Dus het is gewoon onze eigen items. Maar Timo is aan het survivalen en ineens komt hij dit tegen. En Timo die denkt, oh shit, ik word, in, ik word in het nauw gedreven. En Timo drukt op quit. Hij drukt op escape en hij doet quit game. Boom. Nou, Timo is dan een admin. Daar telt het dan niet voor. Maar dan, die spannen dit. Als ik nu bijvoorbeeld wegvlieg. En misschien, nou dan moet ik wel echt de, de chunk uitvliegen. Dan die spannen de zombies om, om lag te voorkomen. Kijk, nu ben ik terug, geen zombies meer. Zie je? De zombies die spannen. Nou, en dan logde diegene weer in. En ja, dat is natuurlijk niet zo eerlijk, hè? Dat is eigenlijk niet zo eerlijk. Dus wil, jij... Dus, dus wil jij nu veilig uitloggen in de server? Daarnaast oh. hebben we ook combat log hoor, als ik dit ah. doe. Oh, sorry. Daarnaast hebben we ook combat log. <laughs> je bloed. Uh, wil je nou veilig uitloggen? Moet je op een veilige plek gaan staan. Want als jij hier uitlogt en je ziet hier de zombies lopen. En je doet slash logout. Dan word je gedisconnect in 15 seconden. Als ik nu weer beweeg, dan is het uitloggen mislukt. Dus dan verlies je al je spul, hè. Als je uitlogt. Als je gewoon zo woep, disconnect doet, verlies je al je spul. Als je dit doet. En je staat stil 15 seconden. Dan kan je netjes uitloggen. Hou je je spul. Dus doe het het best gewoon in de safe zone in Starhope. weet je wel. Uh, en niet hier ergens. Uh, want wij vonden dat heel oneerlijk. Ook als iemand bijvoorbeeld een, een survivor zag, dan disconnecte die meteen, weet je wel. Nou, ja, en zo ben je succesvol gedisconnect. Tadaa. Dat is dus een nieuwe feature slash logout voordat je uitlogt. Het is even wennen voor sommige mensen. Maar wel echt doen. Dan gaan we nu... Even een kleine tip. Even sorry. Sorry, maar even ja? tussendoor. Ga dit nou niet misbruiken voor zelfmoord. Kom op, jongens. Nee, inderdaad, ja, ik heb want... het in de server dat dit vaak gebruikt wordt als. Oh, nou ja, uh, ik ben in de middel of nul weer, ik ga even dit, uitvo uh, dit uitvoeren en dan ben ik dood. En dan kan ik weer in staal op of nieuw beginnen. Doe dat. Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar uh, als dat heel veel misbruik wordt, jongens, dan moeten wij ook nog een time-out doen. Als je verkeerd uitlogt, dat je pas na tien minuten weer in kan loggen of zo, weet je wel. Of na een kwartier zelfs, of na een half uur zelfs. Dus ja, we dus hebben voor. Dat willen wij niet zijn. Nee, maar voor alles hebben we dan wel een fix om het gewoon zo gebalanceerd mogelijk te maken. Het moet natuurlijk nog plezierig blijven. Maar uh, we willen wel iets, iets meebrengen met deze game mode. En zonder uh, dit soort dingetjes in te voeren, dan is de vinden ook wel een beetje toch weer van af. Mm -hmm. In de zin van, ja, oké, okay, de vijf, Oh, Uitloggen. Dus ja, ik uh, vlieg uh, even ergens heen, Timo. Ja. Alleen uh, ik zie dat de dinmap mij niet volgt. Dun dun dun. Nu wel weer. Mooi. Maar ik ga even slash uh, home doen. En dan gaan we eventjes naar iets nieuws. En dat nieuwe is. Uh, uh, heb ik geen home neergezet? Ja, ja. En het nieuwe is: heb ik geen hond neergezet. Welkom, ik heb geen hond neergezet. Ik ga. Stef laat het zien hoe het niet moet. Ja, Stef laat zien hoe het niet moet. Stef is een abuser. Ik ga hier naartoe. Welkom bij het fort. We hebben hier een fort ergens neergezet. Nu weet je echt compleet niet waar. Uh, en zoals je ziet, hier hebben we al bepaalde voorbeeldjes van de apocalypse-stijl. Ten eerste. Uh, gaan we meer gebouwen? Dus bijvoorbeeld, zoals hier, is het helemaal met zand een beetje ingezand. Weet je, het ligt hier al een tijdje stil en allemaal zand eromheen. En zoals hier, dus hebben we zandzak geprobeerd. Daarnaast hebben we de Iron Bars. Zijn nu deze fucking vette hekjes, want hekjes zijn veel universeler. Kan je overal gebruiken. En als je dan hier je loot wil vinden, ten eerste, dit is ook nieuw natuurlijk. Dit, dit is ook gewoon, uh, wat, wat is dit? Dit is Obsidian. Waar nou oh, is gaan... dit Obsidian? Ja, dit, dit is obsidian geworden. Fucking vet. Kunnen we ook heel, voor heel veel gebruiken. Daar zie je dus een quarantainezone. Die maakt daar gebruik van. En onder deze zandhopen zitten bijvoorbeeld zombie spawners. Maar dat hoor je dan natuurlijk niet te weten. En zoals je ziet, het is hier één grote zombiefest. Daarnaast heb je hier dan een quarantainezone met bedden en zo. En uh, hier werden mensen dus in quarantaine gezet En zo willen we echt een beetje het gevoel geven van Holy shit, hier waren echt survivors, weet je wel van, Hier waren echt survivors Hier is iets gebeurd En dat level, zo willen wij dat level designen Dat is toch wel fucking epic Dan ga ik eventjes uh, een hele andere kant op vliegen Ik ga maar over het water een beetje Het zijn allemaal stille hints jongens en dan zie je dat we bijvoorbeeld ook dingen bij bestaande loot zoals de prison. Dat we die uh, uh, hebben veranderd. Zoals dus je ziet, we hebben dit uh, hoge gras hebben we in de texture iets minder uh, dik gemaakt. Zodat je wel doorheen kan kijken. Maar de prison veld was eerst gewoon heel netjes en zo. Maar deze prison staat er natuurlijk al een tijdje, uh, helemaal onbemand. Dus het is hele grote grasgroei. En moet je zien als je daar zo'n zombie tussen ziet. Holy shit, hoor je hem? Holy shit. Dat is toch fucking insane. Dat is fucking cool. En dat is precies de stijl die wij willen. Oh my god, zie die zombies daar. Oh my god. Dit is zo eng om hier over het veld heen te lopen. Dat is zo so creepy. Alright, wij gaan... Uh, wij gaan even uh, verder uh, vliegen. Wij hebben ook een border nu. We hebben een map border. Als je er tegenaan vliegt, heel hilarisch. Dus als je tegen het einde van de map gaat, dan hoor je dit... <laughs> Dit is man... <laughs> Ja, dat is dus de maporder. Die hebben wij uh, nu ook. Maar, maar het is een hele grote wereld hoor. Uiteindelijk mo we moeten we die allemaal nog opvullen met loot spots en zo. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook nieuwe loot spots toegevoegd. We hebben heel veel toegevoegd. Ik ga ze niet allemaal laten zien. Maar deze in particular, omdat we hier bijvoorbeeld die nieuwe stijl hebben. Dit is een uh, barn. Zo, so, je ziet het heel creepy zo. Met dat maanlicht erboven en. Die barn, echt hier zo in de middle of nowhere. En, uh, Als je hier over het hooi gaat, zie je. Dat als je hier naar binnen gaat, dat ze het met hekken dus hadden gemaakt. In plaats van deurtjes. Dus dat ze het echt hadden gebarricadeerd. Ten tweede, dat, ja, dat ze hier de kisten hadden. Uh, shit staat in de fik. Dus waarschijnlijk zijn ze overrun, weet je wel. Zo, so, dat, 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 Overal zit wel een verhaal achter. Er zijn geen dieren meer. Het uh, gras is heel erg hoog. Ik zie gaten hier in het plafond. Wow. Ik, bedo Ik bedoel, kan daar wel eens wat? Hier, hier is iets in vuur, daar gaten. Wat is hier gebeurd in het midden, weet je wel? En wie weet maken we wel short video's van bepaalde verhalen, weet je wel? Dat een soort introductie is. Dat deze barn bijvoorbeeld nog helemaal leeg was. En uh, dat de zombie apocalypse net uitbrak. En dat je dan misschien ziet van de, hoe die survivor groep het hier... Hier, hier, ja, volgens mij is dood gegaan, dat weten we ook niet eens, of zijn ze nog net gevlucht, weet je wel? Je weet het niet. Je weet het niet, maar wie weet maken we daar wel kleine video's over, want ik ben er altijd best wel creatief in, en ik vind dat altijd wel cool om te doen, weet je wel? Dat is gewoon een idee dat nu in mij uh, schiet, trouwens. Van dat, dat wij bepaalde lootspots maken, met, dat je echt denkt, wat is hier gebeurd, en dat wij daar dan een voorzet een verhaaltje in geven, weet je wel? Helemaal geacteerd. Nou, hier, hier hebben ze het ook geprobeerd te barricaderen. Daar is iets. Ik bedoel, het is genoeg. Daar heb je een ladder. En ik wil wel een sneak preview geven hier zo. Uh, hier kan je met de ladder omhoog. Daar zo te zien niet. Ik hoor zombies. Oh ja, daar zijn zombies. Maar we hebben god mode. Kijk, oh my god. Het is hier helemaal open. Ik zie daar in de verte zie ik iets met lampen. Want toortjes zijn lampen geworden. En ik zie zandzakken. Wat is hier allemaal gebeurd? Het is flink overrun. Maar wat ik ook vet vind, is de begroening. De begroening, die, uh, die gaat natuurlijk ook het gebouw in. Als er bijvoorbeeld gaten in het gebouw zitten. En kijk, deze boom, die gaat bijna het gebouw in. Zie je dat? Wauw. <laughs> wow. Dus de begroening, die vindt ze weg in de wereld. En uh, we hebben hier zelfs... A looters Place. Of eigenlijk een soort sniperspot. Of iemand die iemand heeft gemaakt. Wat staat hier? Jack was hier, mijn sniper hideout. De groep is al 142 dagen veilig. Um, volgens mij nu niet meer. Maar hij was dus aan het tellen hoe lang ze hier veilig zaten. <coughs> in die... mijn mannetje. <laughs> <laughs> ze hebben hier dus een tijdje veilig gezeten. Ze waren hier dus best lang. Dit was best lang een veilige plek. <coughs> maar zoals je kan zien... Dit, uh, deze texture pack die geeft het een hele andere sfeer. En uh, we hebben hier zelfs een pad lopen. Of nee, de, de voorkant is hier. We hebben hier zelfs een pad lopen. Een grindpad. En uh, waar eindigt dit, weet je? Dit loop ik dus allemaal al voor jullie... Te laten zien, maar we hebben genoeg andere dingen die, die ik no niet meer ga laten zien. Want dat moet je zelf achter zien komen. Ze dus proberen hier dat pad te barricaderen, zo te zien. En ja, zo geeft dat een echt apocalypse weer. Willen jullie meer zien? Klik op het duimpje omhoog. Abonneren is gratis, jongens. En uh, dankjewel, Timo, weer voor het mee laten zien. En ik spreek jullie de volgende keer. De Spooky zijn snel Textures. Die kan je ook via mse.spokesisnelf.com downloaden onder een speciale knop, username invullen. Dan vind je daar een link. Dan hoef je niet meer die servertextjes constant te laden, want we zitten nu al op de 20 mb. En elke keer 20 mb downloaden wanneer je de server inkomt, is een beetje irritant. Dus wil je, wil je hem lokaal hebben, dan kan dat via mse.spokesisnelf.com. Daar kan je ook je whitelist kopen. Daar kan je alles zien wat met deze server te maken heeft. Ik ben zo enthousiast. En er komt binnenkort een leuke trailer. In een cinematic stijl. Dus echt een apocalypse trailer. LiveZ moet even op zich wachten. Want uh, Felix is druk met dingen. En wij zijn druk bezig met de server. We hebben niet genoeg bouwers. De bouwer applicaties hebben we niet genoeg uitgehaald. Uh, sommigen zeiden wel oh, ik wil bouwen. Uh, en dan was het. Maar ja, daar kunnen we echt niks mee. Uh, Join de server, spreek ons aan, uh, kom op Teamspeak, laat zien wat je kan, laat zien wat je wil. Je mag dan niet survivelen, want dat is natuurlijk niet eerlijk, want jij weet alle spots enzovoort, so enzovoort, so enzovoort. So en uh, hoe heet het? je kan niet uh, survivelen en bouwen tegelijk op dezelfde tijd, want dan maak je altijd wel een beetje misbruik van je creative of wat. Okay, inderdaad. Ook. Dus uh, live zie. opnames zijn er niet. Maar de voortgang is er wel. Ik heb, uh, dat weet Tibor zelfs niet. Episode 2 heb ik al een script van geschreven. Oh. En uh, we gaan dus zo rustig aan weer live Z episodes schrijven. Voorbereidingen zijn er volop. En hopelijk dan deze zomer weer uh, weer een dikke opnameweek. Of twee, dikke opname maand eigenlijk. Want we hebben echt een volledige maand ook met uh, editing en zo uh, echt 24-7 mee bezig geweest. Want dat lijkt me heel vet, livestream Seizo 2. Maar dit en kleinere projecten, dat komt eerder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Lotter! Lotter. Oeh, die map clues. <laughs>